Sportlust Taleden 1-1. We staan met trainer Jochem Twisker. Jochem, een lastige wedstrijd. Ja, ik wil wel een stapje verder gaan. Ik vond het een slechte wedstrijd. Een slechte wedstrijd. De woorden van de trainer. Waar ging het niet zoals jij vooraf besproken had? Nou, ten eerste had Taleden zich aangepast aan ons. Dus die speelde wat anders dan we verwacht hadden. Die speelde eigenlijk hetzelfde systeem. Dus ja, dan... Dat betekent dat zowel in balbezit als in de druk zetten dat je wat dingen anders moet doen. Dus dat we daar even last van hadden, dat kan. Dat is niet zo raar. Ik heb wel een paar dingetjes proberen mee te geven wat we daar dan anders in moesten doen. Maar het was ook aan de bal heel slordig. Veel verkeerde inspelballen aan beide kanten trouwens. Ik moet wel zeggen, we creëerden eerst volgens mij nog 3-4 goede kansen. Ja, en dan krijg je natuurlijk uit een heel raar moment een goal tegen. Ja, ik vond het niet zo chic wat Taleden daar deed. En scheids hoort volgens mij bij iemand die schade aan zijn hoofd heeft ook wat te doen. Af te fluiten, en dat deed hij niet. Dus ja, dat was een vervelend moment. Maar daar moeten we verder de wedstrijd niet aan ophangen, want we hebben gewoon niet goed genoeg gespeeld. Eventjes terug naar je vraag. We hadden lastig met het systeem van de tegenstander en daar konden we niet de goede oplossingen in vinden. En als we ze vonden, voerden we ze slordig uit. Ja, 1-0 achter. Nou, die situatie heb je net al geschetst. Dan moet je wat gaan forceren in de tweede helft. Ja. Doe je dat alleen door wissels in te brengen of ben je ook anders gaan spelen? We zijn ook anders gaan spelen. We zijn in eerste instantie 1-4-3-3 gaan spelen met de buitenkant bezet. En op het laatst zelfs 3-3-4. Om toch een goal te forceren. En zelfs toen we 1-1 maakten, hebben we dat laten staan. Omdat we vonden dat we. Ja, dat we een punt. Dat is niks. Willen we het risico mee innemen. Werden we ook geholpen door die rode kaart bij Taleden uiteindelijk. Ja, maar het was gewoon qua veldspel te stroperig, te tempoloos om veel kansen te creëren de tweede helft dan. En dat is gewoon niet goed genoeg. Nee, niet goed genoeg. Daar sluiten we dan voor vanmiddag maar eventjes af. Kijken we eventjes een klein beetje vooruit. Aanstaande donderdag, de bekerwedstrijd. Kijk je er naar uit? Nou, nu even niet. Ik heb hier wel een beetje een kater van deze wedstrijd, moet ik zeggen. Dus ik ben daar nog niet zo mee bezig. Dat zal van de week wel komen. Maar het mogen duidelijk zijn dat we dan wel wat beter moeten spelen dan dat we vandaag hebben laten zien. Geluk is als je kijkt naar het vele balverlies vandaag, dat we wat minder de bal zullen hebben. Dus dat scheelt. Ja, minder de bal in bezit, dus ook minder balverlies. Ja. Ik hoop dat wij samen toch kunnen genieten aanstaande donderdag. En voor nu een fijn weekend. Ja, laat het duidelijk zijn dat het voor de club sowieso een mooie avond wordt. Oké, dankjewel.